Yo kijkers van Online Kims en welkom weer terug bij een goed nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Goed jongens, jullie zien het niet, maar nu weer wel in één keer. Ploem, zie je dat? Dit is heerlijk en het goede zie ik. En ik zie dat ook in één keer donker is. Nou goed, pompoenen die groeien ook. Kijk, dat ziet er toch heel mooi uit. De eerste drie pompoenen zijn er al. Dus dat is heel mooi. De wiet is ook mooi. En dus dan laten we even dingetjes allemaal gaan oogsten. Maar eerst, hey kippetje. Oh, wat ziet er lief uit. Hey. Lama's kunnen worden getemd en brengen. En voorwerp te vervoeren. Nou. Maar ik weet niet, als u lama's... Kun je lama's doden? Nee, elk dier kun je doodmaken. Maar goed, ik ga dat nu niet doen, want elk dier die ik niet ken, dat... Ja, sommige die vallen je aan. Dat kan. Heb ik een... Dingen, die heb ik bij me. Dus laten we onze... Dingen... Kijk maar, hij zit gewoon hier. Oké, prima. Ziet er behoorlijk mooi uit. En het is mooi, prachtig licht. Laat dan in ieder geval eerst onze... Zijn het er maar 9? Nou, 9 is ook best wel veel. En als het goed is, heb ik dan zelf ook nog. Precies 1. Nou, kijk, onze farm, deze farm, is helemaal af. Nou kunnen we eigenlijk beginnen aan onze boeken, eindelijk. Maar laten we ook in ieder geval deze wortelen verder. Laten we eens weer... De wortel. Erin doen. Okay, ik had er 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké. Zo. Klaar. En nu met deze. Maar kijk, bij dit is het anders. Dan hoef je alleen maar de seeds. En ik heb 21 seeds. Zo. Nog 9 over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Steeds weer een beetje meer. De pompoenen, die laten we natuurlijk heel even staan. De eerste drie die zijn er. Kijk. Groeien we allemaal die kunnen. Ik hoop dat er wel hier iets kan groeien. Hierin. Hun zijn ook toch al bijna klaar. Welke kant hadden we eerder gaan? Deze kant toch? Ja. Nou goed. Kijk nou al hoe snel dat dit al groeit, man. Het groeit erg snel. Maar sommige mensen... Zeg ook dat je dit op deurt kan zetten. Klopt dat? Kan toch niet? Ik ga een experiment doen. Dat heb ik gehoord als sommige mensen... Dat kan. Nee, dat kan.
kan ik niet helemaal niet. Dat moet eigenlijk op zand. Dat zeggen sommigen, hè? Nou goed. Ik heb er in ieder geval 4. Met die 4. Ik weet niet hoeveel dat je nodig hebt om suiker. Oh nee, wacht. Dat hoeft helemaal niet met suiker, toch, hè? Hey. Dankjewel. Zullen we kijken als we hier een kipje... Ah. Ik heb namelijk een kipje in mijn huis. Ja, moeten we even heel even gaan craften. Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe maak je weer boeken? Waar staat het nu? Kijk maar hier. Oh wacht, je had dat papier voor nodig. Ja! Ja. Wat is dat eigenlijk? Dat leer. Oh, dat is leer. Damn it, dan heb ik... nog leer nodig ook nog. Ja, dan kun je 1 boek van maken. Ja, nou, dat is leuk. En de boekenkast heb je 3 boeken nodig voor 1 boek. Dat is best wel veel. Leer. Hoe gaan we dat nou weer voor het aan toe? Met koeien. Ja, maar laten we dat nog niet even doen. Laten we eerst onze farms helemaal af te krijgen. Toch nou. Oké. Okay. Hier allemaal enge dingen. Laat dus dat papier hierin zetten. Zullen we echt een schuur van ze maken? Bouwen, dat ziet er wel mooi uit. En dan allemaal hekken. Maar nu is de vraag, hoe gaan wij onze schuur maken? Gaan we die met hout doen? Of we kunnen hem ook een paar hier zo tegen, hè? Of echt mega groot. Of echt dat hier binnenin kunnen. Dat ziet er wel. Dat ziet er heel mooi uit. Dat weet je. De hekken. Die moet in ieder geval van hetzelfde hout. Maar ik heb bijna geen hout meer. Dus zullen we even een voorraad met dat donkere hout. Ik denk dat dat het beste is. Hoe gaat het met de zon gaat daar omlaag. Ja, dus laten we maar even op, want als we daar zijn, dan is het weer snel donker. Oh ja, nu groeien de pompoenen, ja. Laten we dan in ieder geval... wel, weet je wat? We beginnen in ieder geval eerst alvast met dit uit te graven. Of zullen we er eentje zo laten? Dat denk ik wel... of er echt tegenaan... Ik denk dat het niet echt heel mooi is om het er tegenaan te zetten. Of ja, weet je wat, doe maar gewoon wel. We graven dat eigenlijk toch niet meer is. Dat kan wel weg. Tot helemaal aan het einde.
even tot aan hier zo. Oké. Dan is dat. Gedaan. Oké, kom maar. Heb ik nog hout? Wit en donkerhout, dat heb ik dus nodig. En jullie hebben nog steeds niet gezegd wat ik hier van moet bouwen. Laat het maar weten of... Ja, voor nu wil ik het heel even leeg laten. Dus, dat komt nog wel. Oh ja, hout. Ah, kijk, wat een wit. Is dat dat eikenhout wat ik bedoel? Ja, ik geloof wel, hè. Ah, wacht, hier hebben we nog een hele... berg, zeg maar. Laten we in ieder geval dit even zo. Het begint in ieder geval bijna donker te worden. Mooi. Kunnen we even gaan slapen. Kijk, dat goed weer. Maar laat maar gewoon flink groeien. Laat maar even groeien totdat het helemaal 3 vol is. Na weer dat komt donker. Laten we heel even dit. Die zou ik toch niet nodig. Zo. Alsjeblieft er langs. Mooi. Donker. Wit, donker, wit, donker. En dat kan dan zo. Ik hoop dat ik genoeg heb. Als dat in de fik vliegt, hè? Dan heb ik een probleem. Maar zo zou dit in de fik vliegen? Ja, als je gaat klooien met lava, ja. Nu heb ik geen hout meer, maar we zijn toch best wel een eindje aan gekomen. Aan één stuk. Oh goed, laten we slapen. En dan, ja, dat groeit best wel hard. Zit trouwens ook aan de pompoenen ook. Hoeveel zijn jullie al met de pompoenen? Want ik wil toch best wel licht aan kunnen maken. Ja, dat goed. Ja, zie je, dit kan best wel langs elkaar. Zie je dat? Jawel. Dat moet ook helemaal vol zitten en dan ziet het er prima uit. Zo. Slapen en dan daarachter dit donker. En ik hoop echt dat ik wel wat saplings kan pakken, want... Ja. Ik hoop het eigenlijk van wel. Ja, of je moet dat hele bos wegkapen. Maar laten we dus daar gaan. Totdat ja mijn bijlen op zijn. Zullen we dat gewoon doen totdat mijn bijlen op zijn? Dan heb ik denk ik genoeg voorraad van dat soort hout. En hoef niet telkens op en neer te lopen. Waar was dat dan? Als ik het goed had. Juist, dan was hier zo. Je kunt er ook gewoon zo zwemmen. Dat is veel handiger. Pakken gewoon de bomen en we zijn weer weg.
We zijn een kwartiertje bezig. Oké. Oeh. Gat. Dat is link, joh. Laten die bomen staan. Laten de makkelijkere bomen pakken. In ieder geval hier, zo kijk. Dit zijn de fijnste bomen om te hakken. Ze zijn lekker groot. Niet ingewikkeld. Of toch wel. Oké, een klein beetje dan. Junglehout is dat ook hier in deze wereld ontstaan. Maar, nu is ook de vraag. Waar zijn ze? Meestal had ik maar één boom om. Kijk. 49 stukken. Ja, dit was een moeilijke boom, hè. Komen er dadelijk allemaal saplings. Laten we deze boom. Laten we dit zo doen. Zo. Er nog een. Moet er natuurlijk wel weer aan. En dan deze. Hier op kan staan. Voilà! Kijk, dat ziet er een heel stuk beter uit. Kijk, en nu kun je makkelijker zo doen. Zo heb je eigenlijk gewoon een trap gebouwd. Maar volgens mij moet je die met 4 neerzetten. Anders gooit dat niet. Hier is een zakje. Jonge donker eik. Of kan je die nou gewoon met eentje doen? Zullen we proberen om deze met eentje te doen? Bij mij thuis. Laten we dan maar even wachten. Ik krijg maar één sapeling. En als ik het hier heb, uiteindelijk heb ik hier het hele bos weggehakt. Nou goed, laten we dan maar naar huis gaan. Ik heb een ander, ongeveer een anderhalve stuk. Laten we kijken of we dit ding dan ook. Hier is dan wel weer in te vissen. Dit is ook vrij diep, hoor.
Heel erg diep zelfs. Ja. Is een oceaan. Eigenlijk moeten we echt ooit ook een keer op avontuur gaan. Maar ja, we zijn in de vorige seizoen maar één keer op avontuur gegaan, hè? Eén keer maar. Toen hebben we ons hele gebied helemaal, ja, rondgemaakt. Maar ik denk wel dat het meer kan. Dat het groter was. Maar ja, anders moeten we een keer gaan vliegen. Maar ja, vliegen, dat vind ik, ja, dat vind ik bij cheaten horen. Maar goed, laten we dit ding dan op een plek. Weet je wat? Laten we hem. Op een plek waar het best wel kalerig is. Het enige kalerig is daar zo. Een beetje achterdoor. Hier zo. Laten we hem hier neerzetten. Kijken als hij groeit. Kijken. Nou goed, ik denk dat ik het maar hier zo bij ga laten, jongens. Oké, dit goed. Ook alweer heerlijk. Dit ook. Kijk, het goed allemaal lijkt, dus dat blijft mooi prachtig hier even staan. Zoals waar we de aflevering mee begonnen, eindigen we ook de aflevering. Dat vind ik wel eens mooi. Kijkers, ik ga het hier eens belaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!